De machtigingswet Suriname Investment Enterprise NV is gisteren in de Nationale Assemblée aangenomen met 30 stemmen voor en 14 stemmen tegen. Hiermee geeft het parlement de regering de toestemming om verder te gaan met de oprichting van een naamloze vennootschap. President Chandrika Prasad Santokhi haalde aan dat het een zware job is geweest om op dit punt te komen. Deze vennootschap komt in de plaats van New Surfing NV, die niet via de juiste procedure was opgericht. De nieuwe vennootschap moet volgens het staatshoofd gezien worden als een pasgeboren kind. We hebben nu een nieuwe bevalling gehad. U zegt het als voorzitter, een zware bevalling. Maar dat geeft ook aan, namelijk dat we door zijn gegaan. Door zijn gegaan om te produceren, nu volwaardig, gezond, kind ter wereld gebracht, genaamd Suriname National and Foreign Investment NV, afgekort SNFINV. Maar zoals het lid Kanapé gezegd heeft, meneer de voorzitter, de Abtjing geboren, maar nu Abtjing moest leren wakker. Am kruipi. En belangrijk is de omgeving van het kind, dat we de juiste opvoeders daar zetten. De juiste opvoeders om het kind groot te brengen. Meneer voorzitter, dat is de collectieve verantwoordelijkheid die wij hebben. En uiteindelijk zal dit kind groeien. We zullen het kind goed voeden en zal dit kind zorg dragen dat er mogelijkheden gecreëerd worden voor Suriname. NDP-parlementariër Melvin Bouva hoopt dat met deze wet de productie in het land op gang komt en zegt dat zijn fractie uitkijkt naar de investeringen. We hopen dat het politiek signaal dat van deze zijde, niet alleen naar de regering, maar vooral ook naar die zijde is getoond, er één is dat wij trachten om in de moeilijke, uitdagende situatie van COVID, van crisis waarin we zijn, dat wij met onze handelingen, ons gedrag, de wijze waarop de regering zaken voortbrengt door middel van good governance en transparantie, proberen om naar elkaar toe te groeien om de uitdagingen van ons land, om die samen aan te gaan. President, we kijken uit naar de verrichtingen en zullen u daarbij kritisch volgen en waar nodig de kritische ondersteuning geven. NDP-parlementariër Melvin Bouva gisteravond in de Nationale Assemblée. De aanname van deze machtigingswet, Suriname Investment Enterprise NV, is volgens vele parlementariërs een stap om de problemen in het land op te lossen.